Yo, ik ben Rick en welkom terug bij VTBist Infinity. Dus de vorige keer hebben wij een Q&A gedaan. Wow, dat was Oké, laat maar. Maar ja, we hebben dus een Q&A gedaan. En dat was leuk gegaan. Dus voor degenen die het gemist hebben. Jullie hebben wat vragen ingesteld. Althans, een paar van jullie. In de reacties van deze video. En ik had het ook een keer bij Rick's op Minecraft. Twee keer geloof ik zelfs. Bij Rick's op Minecraft gevraagd. En die heb ik dus de vorige aflevering geantwoord, of beantwoord, of ik heb gereageerd op jullie vragen. En daar is best een leuke video uitgekomen naar mijn idee. Dus stel je hebt het gemist, aflevering 33, in ieder geval degene voor deze. Dus je zou het nog wel recent op mijn kanaal kunnen vinden. En anders heb je ergens hier in een bovenhoekje, hier zo ergens, heb je een annotatie naar de afspeellijst, dus dan kan je hem daar vinden. Maar goed, ja, dat was allemaal super, super vet en aardig. Een paar dagen daarna was het tijd voor een Rickspot Minecraft special. Want op die dag zelf, afgelopen maandag, voor degene die het recent, die zeg maar de video op uploaddatum kijken, of een paar dagen daarna, toen bestond mijn Rickspot Minecraft wereld 2 jaar. Dus toen dacht ik, laten we eens even veel te veel moeite doen voor een special. En daar is uiteindelijk een compilatie uitgekomen voor alle afleveringen die we gedaan hebben. Nee, niet allemaal. Maar wel de meeste. En dan heb ik geprobeerd een paar iconische dingen erin te doen. Maar ook gewoon een paar leuke momenten die ik zelf gewoon het beste vond die erin moesten zijn, zeg maar. En ik zal er wat meer in detail over gaan in de volgende Rickspot Minecraft aflevering. Want ik bedoel, het is die serie. Maar ja, die is ook positief ontvangen, dus ook een bedankje daarvoor. En ja, sindsdien heb ik hier zo in mijn VTBeast wereld een beetje zitten werken aan onze Ender Quarry. En eigenlijk hetgene, ja, dat is al een beetje, ja. Yeah. Hetgene wat ik nu wil hebben is een Speed 2 upgrade. En zoals je weet heb je efficiëntie 5 pickaxes voor nodig. En dat is nogal een klerenwerkje. En deze moeten we ook nog hebben. Maar ik bedoel, zoals je kan zien, die zijn op zich wel oké te maken. Maar goed, hier hebben we onze eerste efficiency 5 pickaxe. Ik hoop niet dat de unbreaking uitmaakt. Zowel dan is dat een beetje jammer. En daarnaast hebben we hier zo nog een boek met efficiency 4. Dus de manier waarop ik deze boek gemaakt heb, is niet dat ik gewoon in één keer hier een boek erin gooide. En we kregen efficiency 5. 4 eigenlijk. Dat was het niet. Wat ik deed is, ik zou hier naar beneden gaan. En dan zou ik monsters killen. Weet je wel. En dan het liefst de Enderman uiteraard. Want die zorgen dan ook nog eens voor. Die zorgen dan ook nog eens voor dat we wat enderpearls krijgen. Die we wel nodig hebben na het fiascootje met de Ender Quarry. Want we zijn er gewoon een hele hoop door kwijtgeraakt. Nee, niet kwijtgeraakt. We hebben er een hele hoop gebruikt. Dus ja, daar moeten we natuurlijk weer een nieuw voor hebben. Nou ja, dit is een manier waarop ik dat doe. En dat gebeurt me ook echt iets te vaak eigenlijk. Dat die mobs opblazen in mijn gezicht. En nou ja, ik bedoel, dan krijg je dit dus. Maar goed. Ja, wat ik dus zou doen is, ik zou dan hier naar beneden komen. Dan zou ik even al deze mobs killen. En ik bedoel, we zijn hier dan in de area, dus respawnen niet als het goed is. Hey, oh, zo'n dingetje, ja. Die hebben we niet zo nodig op zich. En dan zou ik even alle XP oppakken hier zo. En nou ja, meestal kom ik dan uit op een level of 6. En dat is allemaal fijn. Ho, ho, ho. Baby angry zombie. Moet funny niet hebben. En wat ik dan vervolgens zou doen is, ik heb zoals je kan zien hier een hele hoop boeken. Ik zou gewoon zo level 1 enchantments doen. Nou, sharpness, daar hebben we niks aan. Protection, daar hebben we niks aan. Wrecking, daar hebben we niks aan. Aqua Affinity, die hebben we niks aan. Sharpness, hebben we niks aan. Protection, hebben we niks aan. Nou, daar hebben we zojuist een level 2 enchantment gedaan. En dat is natuurlijk niet zo slim. Maar ja, hier, efficiency 1. Hehe. We hebben er eens eentje. En daar hebben we er nog een. Kijk eens aan. Dat kan ik precies even iets voordoen. En dan zou ik vervolgens, tegen de tijd dat we dat gedaan hebben, zijn er hier weer wat monsters gespand. Dus dan zou ik deze weer lekker gaan vermoorden. En weer mijn XP krijgen. En shit. Ah, gaat dood. Waarom was dat geen hit? Dat snap ik niks van. Counter-Strike zit te spelen, joh. Ik zou toch moeten weten hoe je moet hitten.
Daar wil ik ook nog weer. Ik heb een aantal gameplays staan die ik wil uploaden. Dus ik moet even kijken of ik daar misschien dan een paar rondes uit ga halen. Want het zijn wel lange gameplays. Maar in ieder geval gaat weer wat counters strijk aan komen. Nou ja, in ieder geval. Wat ik dan zou doen is ik zou dan die twee boeken hier zo combineren bij de anvil. En dan zodra ik twee efficiency 2 boeken heb, zou ik die weer combineren. En dan heb je efficiency 3 en dan weer twee efficiency 3 boeken. Dan zou je die weer combineren. En zo ging het lekker voort. Uiteraard, nadeel is dus dat je zeg maar voor efficiency 3 heb je dus 12 efficiency 1 boeken nodig. En ik bedoel dan, ja, het is gek. Get this shit en rennen voor je leven. Waar is mijn jetpack? Hier is mijn jetpack. Zo. Even wat eten. En even mijn spullen opbergen. En dan ga ik zo meteen even de rest pakken. Maar goed, ja. Dat is een beetje hoe ik het gedaan heb. Zoals je kan zien, niet de meest effectieve manier. Maar ik bedoel, het werkt. En het is oké. Dus ja. Even wat meer chest te maken. Nou, eigenlijk eentje is voor het moment wel even genoeg. Maar even al deze boeken indumpen. En dan zal ik eens even de rest van mijn spullen gaan pakken. Oké, dan. Dus, nou ja. Om dat efficiency 4 boek te krijgen, was ik zeg maar een uur bezig. Dus dat gaat niet echt helemaal een optie worden om dat voor nog een keer een efficiency 4 boek te doen, weet je wel. Dus misschien een probleempje. Daarnaast hebben wij voor de Ender Quarry, hebben wij dan nog iets nodig. En dan hebben we deze speed 3. Maar ik wil ook nog Silk Touch hebben. En daar hebben wij een Silk Touch pickaxe voor nodig. En nou ja, kijk eens hier aan. We hebben hier een Silk Touch diamond pickaxe en een efficiency 4 pickaxe. Of tenminste, in hetzelfde, weet je wel. Dus, weet je, het zou toch eens handig zijn als we de Silk Touch hiervan af zouden kunnen halen en die op een gouden enchantment, of een gouden pickaxe kunnen zetten. En dan kunnen we hierop de efficiency 4 zetten en dan maken we dat efficiency 5. En dan moeten we hem wel even repareren. En dan kunnen we desnoods ook nog de breaking 4 of 3 hiervan afhalen. En dan werkt het sowieso. Er is een apparaatje voor. Althans, ik hoop dat het werkt zoals ik het uitgelegd heb. Enchanter. Het heet een disenchanter. En zo maak je het met een enchantment book, twee Eye of Ender, emeralds, een enchantment table en een draconic, sure, zo'n core. Dus dat is een industrial diamond of een normale, wat goud en deze draconium ingot. En die is op zich wel te maken met draconium ore of op andere gekke manieren waar we vast wel uit gaan komen. Hebben wij daar iets van? Ik weet het eigenlijk niet. Ik kan me niet herinneren dat we daar iets van tegengekomen zijn trouwens. Dus we kijken of we zoiets hebben. Maar, draconium. Maakt niet uit. Daar kijk ik zo meteen wel naar. Als het goed is, zouden wij in staat moeten zijn om dat te maken. Ja. Dus, dat. En dan op die manier kunnen we zeg maar de laatste dingen voor de Ender Quarry bouwen. En dan, ja, is het leven goed, is het leven aardig. Dus ik zal eens even kijken of we wat van die spullen hebben. Waarmee we die ingots kunnen maken. Want dat zou prioriteit 1 moeten zijn. Voordat we, zeg maar, andere dingen gaan maken terwijl we dat niet hebben. Dus omdat ik, zeg maar, die oor nog nooit gevonden heb. Ben ik even online gaan zoeken om te checken ze van, hey, waar spant hij dan allemaal? Toen stond er, hij spant in de overwereld af en toe. Very rarely. Dus dat betekent dat hij niet vaak spant. En dan onder level 8. Nou, zoals je kan zien, we zitten nu op level 6. En zoals je ook kan zien, ik heb aardig wat gegraven. Het gaat gelukkig met deze hammer rete snel. En nou ja, ik bedoel, dit hebben we dus uitgegraven. Waar we er nu in staan. En dat is gewoon onder onze normale strip mine. En ik heb in totaal 2 oors gevonden. De ene heb ik nu bij me. En als we nu niet zouden vliegen. Nou, maakt. Wacht. Huh? Shit. We moeten het even gaan halen. hover mode. Hello. Als ik kijk hoor, het was hierheen. En dan hier zo aan het einde van de gang. Maar goed, ja. Even kijken. Hier is oor nummer 2.
Oh ja, die hebben we ook nog niks. Oké. Ja, in ieder geval. We hebben dus twee oars. Ik heb er eentje heb ik met mijn pickaxe gebroken. Ik wou eigenlijk fortunen. Maar dat ging niet zo goed. en toen kreeg ik 5. Hoe heet die dingen eruit? Ik ben de naam ervan kwijt. Maar goed, dan moeten we ze dus even opzoeken. Laten we eerst even onze inventory een beetje legen. Dat weg, dat weg, dat weg, dat weg, dat weg, dat weg, dat. En dat kan wel even daarheen en zo. Dus kijken, ja hier. Deze dust. En volgens mij kunnen we deze smelten naar deze ingots. En dat is dus hetgene wat wij nodig hebben voor... Ik heb geen idee welke. Maar daar hebben we er 2 voor nodig. Dus als het goed is, als we hier er dus 3 uit zouden krijgen. Ja, dat hebben we makkelijk. Dan zouden wij genoeg moeten hebben. Dus laten we daarop hopen. En nou ja, in ieder geval dan ga ik dus die disenchanting table. Ja, wat een naam zeg. Ja, die gaan we dus maken nu. En voilà. Nou, dat was eigenlijk een van de makkelijkere dingen die ik heb gemaakt, zeg maar, van de afgelopen tijd. Laten we een protection book pakken. nou ja, ik bedoel, we moeten hem maken, maar ik heb het hele recept heb ik hier zo klaarstaan. Zoals je kan zien, en een boek. En voilà, this enchantment table. Wow. Oh, hebben we nog boek hierin zitten dan ofzo? Nee. Huh? Flim. Nou, het zal wel. dus... Ik heb eigenlijk geen idee hoe dit ding werkt. Dus laten we dat als eerste eens even uitzien te vogelen. Dus we hebben een show. En dan hebben we show. En dan moeten we een boek. Oké. Ja, we hebben boeken. Toch? Ja, ja. We hebben sowieso boeken. Boek. Zo. En dan... wat stond er nou met schade? Oh, het staat er zo op, joh. Dat is vet. Kost 0. Wat, hoe werkt dit? Ik vertrouw het nog niet zo. Laten we het eerst eens proberen met zo'n pickaxe of zo. Zo. Kost 0. Efficiëntie 5. Oh, kijk eens. Een breaking 3. Kijk eens aan. Oh, en het neemt damage. Oh, oké. Okay. Dat is interessant. Dus dan zouden we eerst eens even deze... deze pickaxe even moeten repareren. Dus het neemt 40 damage. Dus dat, dan zou je 2 dingen ervan af kunnen halen. Diamond. Oh, we hebben er 204, joh. Jeetje. Ik heb er net nog een paar gevonden. Dus dat is fijn. Zo. En dan... Ik weet dat dit niet de efficiëntste manier is om dit te doen. Maar het zal wel. Oké. Okay. Nou, dat is fijn. Lekker weer levels te weinig. Dan hoop ik dat hij de Silk Touch eraf gaat halen. Waarschijnlijk niet. Kost 2. Efficiëntie. Ah. Kost 0. Nou ja, het zal wel. Dan hebben we de Silk Touch. En dan eens even kijken. Dan hebben we gewoon nog meer boeken. Kijk. Dit is de manier waarop we het zouden moeten doen. Zo. En dan de Ruby Pickaxe. Die kunnen we dan ook wel wegknetteren. Want daar hebben we ook niks meer aan. En dan moeten we deze er nog af zien te krijgen. Efficiëntie 5. Sure. En een breking. Boom. Zo, kijk eens aan. En dan... nee, hebben we niet. Oké. Okay. Nou, dan moeten we even 2 nieuwe diamond pickaxes maken. Heb ik sticks? Misschien zitten hier wat sticks in. En deze houdt... Het... Oh. 1 hele stick. Nou, daar hebben we niet genoeg aan. Dan moeten we er maar even een paar maken. Ik snap niet, ik weet niet waarom ik de dark ook niet gepakt heb. Maar goed, maakt niet uit. Zo. En zo. 2 is genoeg, dank je. En dan moeten we de eentje hebben. Nee. We moeten de 2 hebben. Allebei met efficiëntie 5. Zo, de eerste efficiëntie 5. Het kost 8 levels. Oké. Okay. En dan breaking 3. Hebben we ook nog? Nee. Nou ja. Zoals je het ziet, zoals je het kan zien, we moeten even een paar levels zien te verzamelen. En dat is... Oh, dat kostte maar 4. Dat valt mee. Maar goed, ja, we moeten dus even een paar levels gaan verzamelen, dus ik zal hier nog wel even een paar mobs gaan killen. Het valt me trouwens tegen dat ik niet echt een rood hartje heb gekregen ondertussen. Een rode hartje, daar krijgen we een extra... als we daar een hardcanister, speciale hardcanister van maken, krijgen we daar een extra gele hartje bij, weet je wel. Van Tinker's Construct en alles.
Ja, nog geen tegengekomen. Dat voor zeg maar tegen een uur aan mobskillen. Dus dat is een beetje jammer. Hey, hallo. Ik dacht dat ik jou vermoord had, maar blijkbaar niet dus. Zo. En die skeletons zijn echt vervelend. We hebben ook niet echt een long range weapon, dus dat is ook vervelend. En een beetje jammer. Maar goed, ja. Ik ga wel even die dingetjes nog afmaken. En dan zullen we zo de speed upgrade afmaken. Ha 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 ha. We hebben hem. Ja, we hebben hem. Ender Quarry Speed 3 update. Upgrade, niet update. ja, zo. Nou, dat is fijn. Dat is leuk. Helemaal prima en aardig. Nou moeten we nog die... de Silk Touch upgrade maken. Echt hoor. Dan heb je het erover en dan krijg je een rood hart. Absurd. Maar goed, dan moeten we die dus ook nog even om gaan toveren naar een heel mooi... even mijn geluidjes uit. Hard canister. En ja, dan zijn wij ook weer blij. Want dan hebben we weer superveel levens erbij. Hoppa. En even kijken, hebben we dat? We hebben geen appels. We hebben wel appels, dat weet ik zeker. Maar blijkbaar dus niet in mijn ME-systeem. Ja, ik zag ze hier. Ja, heel goed. Maar goed, ik heb dus ook de levels nu. Oh, laten we dat ook meteen maar even doen. Om de Silk Touch op een gouden pickaxe te zetten. Is heel vreemd dat je het op een gouden pickaxe... Nou, op zich. Diamond wordt ook zo hetzelfde, weet je wel. Maar goed. Ik heb dus ook even zitten kijken naar per se het recept. Hard can... van de Silk Touch gebeuren. En... wow. Klinkt lekker. Klinkt lekker. Op zich valt wel mee. Het is niet zo'n heel ingewikkeld recept. In tegenstelling tot de speed upgrade. Maar ik bedoel, speed zal waarschijnlijk eerder gebruikt worden dan de Silk Touch, denk ik. En dan de Fortune ook dan wel. Even kijken hoor. Ender Quarry. Nu ga ik me afvragen hoe duur is het om die Fortune 3 te krijgen. Fortune 1. Nou, op zich. Het moet te doen zijn. Zeker niet zo ja, kut. Gewoon als de speed upgrade. Maar goed. Extra hard. Altijd fijn. Eens even kijken. Ender Quarry. Als het goed is, zouden wij... Nee, niet deze. Deze. Nu kunnen maken. Oh, we hebben dit niet. Oké. Okay. Even kijken hoor. Ender upgrade base. Ja, oké. Okay, dan moeten we dus met deze manier doen. Hebben we daar nog wat van? Ender in... Nee, dus. Oké. Okay. Oh wel. 3. Hebben we nog obsidian? Obsidian. Oh, ook nog eentje. Oké. Ik moet nog wat verzamelen. Oké, dan dus. We hebben nu de Ender Quarry Silk Touch upgrade ook gemaakt. En ja. Wat je trouwens misschien wel opvalt is dat het zeg maar allemaal fysieke blokken zijn. Het zijn niet echt upgrades zoals die cards hier bij ons ME-systeem. Die zeg maar gewoon bijvoorbeeld hier in deze exportbus stopt, weet je wel. Het is echt een fysiek blok. Dus de manier waarop dit werkt is je zet zeg maar je Ender Quarry zo neer. En dan... maak je deze er zo aan vast. En dan zie je hoe ze connecten zo. Dat betekent dat het als het goed is gewoon werkt. We moeten nog fence boundaries maken. Heten die dingen zo? Fence bound... Nee, ze heten dus niet zo. Maar er is extra utile... Ja, hier deze dingen. Ender markers. Dus dat zijn dan twee ender infused obsidians en een ender pearl. Wauw, dat is dan wel duur eigenlijk. De normale quarry, zeg maar, die we altijd gebruikt hebben hiervoor, dat is echt, nou ja, een redstone en een stick of zo. Nee, lapis en een stick, geloof ik. Maar goed, ja, moeten die dus even niet zien kwijt te raken. En, oké, nou, prima. Wow, lekker dit, lekker. We zijn nog zeker niet klaar om dit ding te gaan gebruiken. We moeten nog zo'n tesseract maken. We moeten even een manier zien te verzinnen om goed stroom naar de ding te krijgen. We moeten een item outflow zien te creëren. Dus een manier om onze items vanuit die quarry hier in ons ME-systeem te krijgen. Op een effectieve manier, uiteraard. En dan moeten we ook even quartz glass. Hoe maken we dat ook alweer? Dan moeten we even wat... gewoon
Jeetje. Ben ik allemaal aan het zeggen? Kijk, is dit hetgene wat we nodig hebben? Quartz glass. Ja, je zou het zeggen van wel. Nou, quartz. Oh, dat is handig. Fuse quartz, quartz glass. Ja, maar we hebben het hier al. Ik snap er niks meer van. Dit is ook niet hetgene wat we nodig hebben. Hebben we dan niet gewoon normale glas? Glas. We hebben normaal glas. Zo. Kunnen we het nou maken dan? Nou, we kunnen het maken. Start. Is dit nou aan het maken? Even kijken of hij ermee bezig is. Ja, is hij mee bezig. Oké, okay, dat is goed. En nou ja, dat moeten we dus doen. En dan, er komt niet zo 1, 2, 3 iets op mijn hoofd, in mijn hoofd, wat we dan ook nog moeten doen. Wat we sowieso nog wel moeten doen, is even een plekje maken voor deze disenchanter. Ik zat persoonlijk te denken aan gewoon hier in dit gebouw en dan op de eerste verdieping. Want hier hebben we natuurlijk al dit gebeuren van de extra utilities. En dan kunnen we bijvoorbeeld hier zo of zo. Hier zo. Het is wel een leuke plek. Kunnen we disenchanter maken. En dan, ja, ik bedoel, het is een disenchanter. Dus ik bedoel, normaal gesproken bij een enchantment table dan heb je bookcases eromheen. Maar dan kunnen we misschien iets, een tegenovergestelde van bookcases. Dus ja, kapotte bookcases zou ik dan zeggen. Maar het werkt niet echt fantastisch. Of wat ik me juist bedenk, is dat we één kant hier zo allemaal bookcases doen. Zodat we daar kunnen enchanten. En dan aan deze kant moeten we dan iets verzinnen, zodat we hier kunnen dan disenchanten. Kan vet zijn. Maar dat moeten we nog even bekijken. Ik heb geen idee. Maar daar zullen we vast nog wel een keertje tijd aan gaan besteden. En ik zat even te checken of we trouwens ook iets anders met de vloer zouden kunnen doen als we dat willen. En dat kan. Dat was ik vergeten. Maar goed, ik wil bedankt even kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Dat gaat alles zijn voor vandaag. En dan zie ik je de volgende keer weer terug bij VTB's Infinity. Later.